Een kettlebelletje, wat is dat juist? Een kettlebelletje, dat is bijvoorbeeld uw mama die is snel even weg naar de bakker. Jij ligt nog in bed, want het is vakantie of het is weekend, en die schrijft zo snel een briefje. Hier zijn de leestekens en de hoofdletters weggelaten. Ik ga dat even markeren weer. Hier de leestekens en de hoofdletters zijn weggelaten, waardoor dat soms een raar boodschap kan worden. Jij gaat als eerste hierin. Ga je markeren waar dat er een hoofdletter moet komen, bijvoorbeeld bij ik, want dat is het begin van een zin. Ik ben naar de kapper. En ook de punten ga je daarin noteren en de vraagtekens, moest dat nodig zijn. Dus hier bijvoorbeeld komt er een punt en ga je dat er al in zetten. Zodanig dat je ze weet, als je dat gaat overschrijven, ga je dat duidelijk zien. Hè. Om, dat begint weer terug een nieuwe zin, dus dat gaat met een hoofdletter beginnen. Dus daar ga je weer terug markeren. Daarna krijg je, of neem je een apart blad en daar ga je deze tekstje terug opschrijven met als titel. Ga je kattenbelletje nemen, dus ik zal het even noteren voor jullie. Neemt een Word document of jullie nemen een blad papier. Je vult daarop in naam, klas en datum. Onderlijnt dat even. In het midden noteren we taak. Kattenbelletje. Dan gaan we ook een lijntje ondertikken. En dan begin je met je eerste zin te schrijven. Ik ben naar de kapper. Dus die zin komt er eerst. Dat komt er vooraan natuurlijk. Punt. En je let op je hoofdletters en je leestekens. Dat is als meetellen voor punten. Als dat klaar is, mag je dat blad afgeven aan de leerkracht.